Een hele frisse, fruitige goeiemorgen en welkom bij weer een nieuwe video van mij. Je ziet het goed, ik sta op een station op dit moment. En drie keer raden, de trein reed op 10 seconden na voor mijn neus weer weg. Dus ik ga weer deze vlog openen hier op het station, want ik heb toch even wat te doen. Sorry jongens, ik heb gewoon volgens mij echt een ziekte. Ik presteer het serieus om gewoon dit niet 1 keer per week te doen, maar echt 5 keer per week. Als het niet 6 keer per week is. Ik weet niet wat het is. Er gebeurt gewoon elke ochtend wel weer iets waardoor ik gewoon te laat ben. Zoals nu. Ik ga eerst naar Delia toe. Ik ga weer een speciale behandeling bij Delia nemen. Oftewel, het heet needling. En needling wil zeggen dat je met een, ja, een rolletje met allemaal hele kleine micronaaltjes over je huid gaat. Om je huid eigenlijk overal gaatjes in aan te brengen. Zodat het zich weer opnieuw kan herstellen. Dat zijn mijn woorden. Ik ga het hun straks zelf laten uitleggen en dan is het waarschijnlijk een stuk duidelijker. Anyways, en daarna ga ik gewoon een dag werken en vanavond heb ik een afspraak met een vriendin van mij in Amsterdam. Ik neem jullie gewoon vandaag de hele dag weer mee. Dus veel kijkplezier en ik zie je zo weer. En by the way, ja, weet je wat het is met mij en de vloggen? Ik vind het vloggen zeg maar zelf heel erg leuk. Ik vind het editen ook echt heel erg leuk. Maar als ik zeg maar dagen werk dat ik gewoon pas om 9:30 s'avonds thuis kom en dan mijn eigen vlogjes moet gaan editen, dan wil dat eigenlijk zeggen dat ik tot 1:30 in de nacht bezig ben achter de computer om naar mijn eigen bek te kijken. En in mijn werk praat ik al zoveel met andere mensen dat ik gewoon de laatste tijd een beetje lui ben geworden van jongens, wanneer moet ik het eigenlijk allemaal gaan doen? En daarnaast is mijn computer ook nog eens gecrashed. Helemaal gecrashed. Hij gaat niet meer aan, hij geeft geen reactie meer, hij doet helemaal niks meer. Dus die moet ik eerst laten maken eigenlijk voordat ik weer door kan. Of ik moet de computer van Laura gaan boycotten. Dat ga ik voor deze video ook doen, want anders krijgen jullie helemaal niks meer van mij. Maar dat is een beetje de reden. Het zijn geen excuses, ik weet het, het is gewoon heel slecht. Maar ja, ik ga gewoon door, wanneer ik wil. Yo! Here we go again. Goed, ik ben inmiddels binnen. Voordat ik de behandeling moet doen, moet ik alleen Amla-crème opsmeren. Ik heb alleen geen idee hoe dit heet. Tadaa, dit is hem. Dan mag ik even zelf doen. Het is een soort verdovingscrème die de huid toch even een beetje verdunt, omdat je toch met allemaal naalden erin gaat. Dus ik ga hem even insmeren. Oké, de crème zit er inmiddels op. Ik werd wel net opnieuw gewaarschuwd dat je erg rood kan worden van de behandeling. Nou, dit is zeg maar mijn vaal groene, bruine, gele kleurtje van de winter. En zometeen ben ik rood. We gaan het zien, jongens. Dames en heren, wat een fantastisch licht is dit. Dit is wel echt meteen... Geweldig, ik ben helemaal gefotoshopt. Ik ben bij de moeder van Delia, daar is ze weer. Hallo. Hallo. Wil jij in... Nou ja, misschien, ik weet niet of je het kan, maar ongeveer een minuutje uitleggen wat we gaan doen. Ja. En waarom we dat gaan doen. Nou, we hebben toch nog wel een beetje bij Alfredo te maken met littekenweefsel. En dat die toch nog niet helemaal goed gaat. Nou, gelukkig ben je zo hartstikke goed bezig van binnenuit, hè. Dus dat is echt top. Ja, en we gaan nu vooral, dus needelen heet dat. Dat is met een pen, die ga ik je zo laten zien. Ja. Ga ik allemaal hele kleine gaatjes in je huid maken. En die gaat straks heel intensief regenereren. Dat wil zeggen dat je littekenweefsel weer doorbloeding gaat krijgen. Dat er weer zenuwtjes doorheen gaan groeien. Dat er weer voeding in het weefsel komt. Ja, en dan krijgen we goed weefsel. Oh, jongens, het kan ze dat er goed heen in een minuut. Oké, nou start. Zie je die naaldjes heen en weer gaan? Het zijn hele kleine dunne naaldjes. Ja. Ik zeg wel altijd even meteen er vast bij. Dit is echt belangrijk dat dit topkwaliteit is. Ja. Dit is van de Thermapen. Ja. En dat is een merk. En er is ongelooflijk veel rommel op de markt. Dus we mogen niet dat overal zomaar doen. Dat is wel even belangrijk om te vertellen. Don't try this at home guys. Wat we nu gaan doen is dus hele kleine rondjes draaien. En je bent nu goed verdoofd. Niet schrikken dat hij een beetje gaat bloeden. Dat doet hij gewoon. Bloeden? Zeg je dat nou? Kijk maar aan, een beetje. Gaat ik nou bloeden? Oh mijn god. Oké, jongens, heerlijk. Ik ga volgens mij zo meteen naar zo'n Walking Dead de deur uit. Nee, valt mee. We gaan met de volgende kant beginnen. Deze kant is aangepakt. Oh. Ik heb mezelf wel eens erger gezien, geloof ik. Geloof het ook wel, hoor. Ja, dit is echt niet zo erg. En de pijn valt echt ontzettend mee, hoor, guys. Door die crème voel je het natuurlijk wel, maar het voelt eigenlijk heel lichtjes als een soort schuurpapier of zo. Ja. Valt echt mee. Oké, dames en heren, kijk eens op eigen risico. Tadaa! Heel. En nu gaat er alcohol overheen. Oh, dat voelt zo lekker, jongens. Ik heb mijn wangen en mijn kaken zijn zeg maar te overleven. Voorhoofd is een beetje dat je denkt, hoe is het verder? Ja. En dan de neus. Jongens, die neus, dat doet pijn. Oh. Maar voor het goede doel. Ja, maar toch? Wel zo direct, hè, hopen we dat hij ook veel minder tallig vormt daar. Gaat er echt voor de littekentjes echt weer heel veel activiteiten komen. En hier zit dus nu een watje op met ontsmettingsmiddel. Nou, ja, dat is geen alcohol, maar een plieping solution. Je wil niet weten wat ik voel op dit moment. Dit is niet leuk. Helaas moet het even. Nou, en dan loop je dan weer met een ontplofte kop over Centraal Station. Dat is echt al de zoveelste keer in mijn leven dat ik er zo bij loop. En dat is wel grappig, want er zijn heel veel mensen die je dan echt zo aankijken. En dan die echt... Wat is er met jou gebeurd? Ik vind het eigenlijk wel grappig. Het doet me niet zo heel veel. Ik word er echt niet onzeker van. Maar ik vind het wel lief. En ik krijg heel veel berichtjes van mensen via social media. Die dan echt gewoon... Wees niet onzeker, hoor. Je kan dit. Je wordt er echt mooier van. Het maakt niet uit. Komt helemaal goed. Dus degene die zulke berichtjes heeft gestuurd. Echt. Thank you so much. Het is wel heel lief om zulke berichten te lezen. Oké, en ik heb weer een pakketje binnengekregen van It Lashes, waar we mee begin dit jaar naar Ibiza zijn geweest. En ik heb namelijk een paar productjes besteld. Dit is namelijk van Judith. Ik heb gewoon een paar dingetjes besteld. En ze heeft gewoon van alles cadeau gedaan. Kijk, ze heeft ook nog een extra lijn erbij gedaan. Ze heeft nog een translucent glue. Een reinigingsfoam, flat lashes, waar ik op dit moment erg fan van ben. Omdat flash lashes gewoon beter blijven zitten. Ze zijn wat platter, normaal zijn ze ronder en deze zijn echt platter, waardoor de aanhechting gewoon beter is. En nog volume lashes en een brush erbij. Zo lief. Judith, thank you very much. En ik ben inmiddels weer klaar. Mijn volgende klant heeft een decurl op haar ogen. En ik heb er opgevuld. Dus zoals jullie zien is het niet te lang. Want ik vind dat zelf ook nooit zo heel erg mooi. En zij kreeg ook laatst het compliment van een vrouw die gewoon heel erg twijfelde of het nou wel of niet echt was. En dat vind ik zelf ook altijd het mooiste. Mag je je ogen even open doen? Yes. En haar wenkbrauwen zijn weer klaar. Lotje heeft zulke mooie wenkbrauwen, jongens. Het is niet normaal. Ze zijn dus nu niet bijgetekend. Het is puur alleen geverfd en gewakst. Dus nou kun je zien dat inderdaad in dit hoekje zou ze me een klein beetje kunnen bijtekenen. Omdat het is eigenlijk nooit echt gelijk. Dus dan zie je dat deze kant ietsje sterker is dan deze kant. Maar even serieus. Zo wil je toch gewoon wakker worden elke ochtend? Ja hoor, daar gaan we weer. Ik had dus van het weekend allemaal spullen gehaald. Allemaal brood gehaald. Zodat ik gewoon lekker kon eten. Maar dat ligt natuurlijk allemaal weer thuis. Want ik was het alweer vergeten. Dus we gaan lunch halen. Glutenvrije lunch. Als je dus ooit een keer in Amsterdam bent, moet je zeker naar Brasserie Baton. We zitten op de Herengracht, nummer 82. Brasserie Baton, super lekkere broodjes. Dit is het broodje, glutenvrij, kipspecial met avocado, sla, komkommer, nog wat dingen. En hij is zo ongelooflijk lekker. Maar ik ben helemaal toegegaan. Kijk nou. Ik werd eigenlijk helemaal geïnspireerd door Ryan eergisteren. Die terugkwam met ineens gewoon zwart haar. Toen dacht ik, oké, dat wil ik ook weer. Ik heb het in de zomer een keer geverfd. Alleen mijn haar is toch niet echt zwart. Het is een beetje toch, ja, als er zon op schijnt of een lamp erop. Dan is het een beetje roodachtig. Dus we gaan het nu gewoon weer even wat donkerder maken. Dus ik ben bijna klaar met mijn Halloween look. Mijn gezicht, mijn schmink zit er al op en mijn haar staat echt top dit. Fucking sample. Je hebt je haar toe. Stupid. I was like, what the fuck? I love you. Het was de bedoeling dat dit conditioner zou zijn, maar het is gewoon weer shampoo. Sucker. Ruslan, you fall out of the competition. Ruslan, you're out of competition. Dames en heren. The naked truth about the boldness van mijn haar. Oh, ik ben zo kaal, dames en heren. Nee, dit is dus geen pruik wat ik draag. Ik maak gewoon een pruik van mijn eigen haar. Alleen dit is real life for me. I fucking hate it. Het is volgens mij beautydag. Alleen normaal worden mensen mooi van beautydag. Dit is mijn beautydag. Maar het komt goed, jongens. Het duurt even tegen mij gewoon iets meer tijd nodig. Nu had je door dat jij nog massage hebt. Dit is zo good. Kijk die massage, jongens. En mijn haar is weer gefixt. Zoals jullie zien is het een stuk zwarter. Het is nu heel fluffy, omdat het, als het net gewassen is, wil het eigenlijk nooit zo goed zitten. Daarom was ik het echt serieus heel weinig. Dan blijven de krullen toch net even wat mooier. Dit is dan weer de coupe die ik creëer. Dat vind ik toch net even wat mooier. Iets van mijn voorhoofd eraf halen, want anders... Ja, dat voorhoofd is echt een beetje... Yeah, je gezicht. Dit! Geen idee. Aangezien het nog best wel rood is, denk ik dat het... nou, bij mij nog wel 2, 3, 4 dagen misschien blijft. Maar... ik zie nu al dat het effect heel mooi is. Dus ik ben benieuwd. Ik hou jullie op de hoogte. Ik ga eten met Djoeke. We weten nog niet waar, maar waarschijnlijk sushi. Dus ik neem jullie zo weer mee. Oké, guys, ik zit eindelijk in een restaurant. We wouden eerst hier buiten eten bij Mojo, bij de Oosterdokkade. Maar helaas moet je daar tegenwoordig reserveren. Dus we zitten bij de Chinees. Op een boot, in het ei, aan het water. En ik ben met mijn jeugdvriendinnetje, Djoeke. Waar ken ik jou van, Djoeke? Waar niet van. Wij hebben echt geknikkerd samen. Ja, we zijn opgegroeid samen. Ja, in Leeuwarden. En zij is in Zeist komen wonen. Toen hebben wij daar nog een soort van een vriendschap gehouden, op elkaar eigenlijk weer teruggevonden. En nu werkt ze in Amsterdam, dus we hadden zoiets van, we gaan gewoon weer eten. Maar natuurlijk heeft Djoeke 1 kaart voor de neus. En jongens, ik heb 1 kaart. Maar natuurlijk zit alles weer vol met gluten. Dus ik heb hier een allergiekaart naast mij liggen. En dan kan ik elk gerecht uitpluizen waar wel en niet gluten in zitten. En ik zal je eerlijk zeggen, ik word er een beetje chagrijnig van. Jij ook volgens mij. Het is echt schijnvervelend dit. Dat mag ik niet. Oké, we zijn inmiddels al aan het aanvallen. Waaronder Djoeke. We hebben een stoofpotje stoofvlees. Volgens mij rund met macadamia noten en asperges. We hebben de pannenkoekjes met Peking eend. Die rol je dan in met het een en het ander. Sausje erover. En smakelijk eten! Boom. Kijk het katje. Onderste boom. Nou, hier ligt er zijn hoofd. Hier ligt kont en daar ligt kop. En daar zit Chickie op de bank. Hola. Oh, wacht. Scherp. Dag lieverd. Dag schatje. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Zat jij weer lekker gewoon op de bank, lekker alleen even te chillen in huis? Zo lekker. Nou, ik en mijn rode kop zijn thuis. Ja, ik zie het heftig. Zie je dat? Ja. Ja, het is echt all over. Ik heb dat Emla crème gehad, die verdovingscrème. Geen pijn. Hier zeg maar geen pijn, wangen, want er zit gewoon vlees en spier onder. Mm. Neus, voorhoofd, niet te doen. Pijn? Ja, die was echt wel heel heftig. Maar ja, wel voor uiteindelijk een mooi resultaat. Lekker belangrijk, juist. Precies dat. Tandarts is ook niet leuk, maar boeien. Ik zit lekker tv te kijken. Ja. Brian is net even weg. Zullen we nog een kopje thee doen of zo en dan lekker sleepje? Dit bit. Ja, lekker sleepje. Ja. Oftewel, lekker slapen. Ja. Mensen, ik sluit hem af. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb jij ook gevlogd? Nee, gisteren heb je gevlogd. Gisteren wel. Ja. Check ook vooral dit kanaal van Laura Ponticorvo. Oftewel, de BFF. Ik heb het heel leuk gehad ook met Djoeke in de stad. Behandeling, ja, toffe dag. Leuk dagje gehad. Oké, schat, duimpjes omhoog. Abonneren. Yo.